Ik ben Ming van Wang. Ik heb handschoenen om, want anders is het echt heel pittige pepers. Want anders heb ik een hele dag last van mijn handen als ik nou in aanraking kom met die sap van hun. En ik heb hier een gele peper. Dat noemen we Madame Jeannette. Ik denk als je zo één stuk opeet, dan moet je de hele avond wakker liggen van de maagpijn. Als bijsmaak heb ik uien, gember. Ik ga nu een sambal maken met Madame Jeannette. Madame Jeannette heeft zelf een soort botersmaak. Ook als je in slaolie bakt, komt echt boterige geuren uit. Dat is super goed. Deze is wat moeilijker te drogen, maar maakt niet uit, want ik ga ze toch bakken. De hoeveelheid uitjes en knoflooken, dat mag je natuurlijk zelf weten. Ik ga deze twee ingrediënten vast blenderen. Ik heb hier weer een wok gepakt. Daar heb ik er wat olie erin gedaan, best wel veel. En dat hebben we echt nodig. En dan doe ik ook bij de koudolie al gelijk de mengsel van knoflook en uitjes in. Zo, die laat ik nu rustig bakken. Maar ondertussen ga ik ook de Madame Jeannette ook even malen. Ja, het gaat snel, hè? Ik ga ze nu deze eerst even rustig laten bakken. Ik moet eigenlijk de smaak alvast uit laten komen. En dan pas doe ik de pepers erbij. Nou, ondertussen heb ik een koffie gezet. Want het kost heel veel tijd. Die gaat opeens heel snel. Ik heb nu even van de vuur afgehaald. Ga ik nu Madame Jeannette toevoegen. Nu moeten we proberen te bakken zodat alle vocht uit. En dat zie je waarschijnlijk door die belletjes. Ik heb nog een tip voor jullie. Als jullie denken dat Madame Jeannette veel te pittig is voor jullie, je kan ook eventueel gewoon zo'n potje sambal-oelek kopen. En die erin doen nadat de knoflooken en uien bakken. Dat deden we vroeger in een restaurant, want wij hebben natuurlijk ook sambal-oelek. Maar dan gaan we ook nog even bakken met knoflook en uien. Dat is dus sambal van sambal bij. Ik ga nu een klein beetje zout erbij doen. En een beetje oestersaus. Zoals jullie mij al kennen. Super lekker met altijd alles met oestersaus. Sambal maken met oestersaus. Ja, dat is mijn recept, hè? Ja, zo maak ik sambal. Dat is mijn recept. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Wat een lid van mijn YouTube-kanaal.